Mijn naam is Ravenna en ik kom uit de BIMS. Shamar Moor. Ik ben Ravenna en ik werk bij Kantrijk Zuidoost als bewonersadviseur. Ik ben opgegroeid in de Bijlmer. Ik woon nu in Ganshoef voor 3 maanden en daarvoor heb ik 28 jaar in Holendrecht gewoond. Ik vind wonen in Zuidoost super chill. Ik heb ook een huis gekocht nu hier, dus ik kan niet meer zomaar weg. Het is nu wel algemeen bekend dat Zuidoost vaak negatief in de media komt en dat het niet om leugens gaat, maar dat wel de slechte dingen worden highlight. En dat vind ik niet oké, omdat er veel meer mooie dingen gebeuren. En het is zonde om dat niet te laten zien en alleen maar te focussen op wat er niet goed gaat en wat er beter kan. Wat ik zelf doe in mijn eigen werk bij Kantrijk Zuidoost, worden mensen in hun eigen kracht gezet. Worden kwaliteiten van mensen gebruikt om zichzelf verder te helpen, om anderen verder te helpen. Om niet te focussen op wat er allemaal mis is gegaan in mensen in hun leven, maar juist om wat er beter is gegaan. Net zoals veel mensen in Zuidoost, maar eigenlijk ook Amsterdam breed. Amsterdam is een grote stad, dus er gebeuren ook criminele activiteiten en negatieve dingen. Ik zelf heb me daar niet schuldig aan gemaakt. Ik heb wel heel vaak snorren gepakt, dat telt ook mee. Maar zelf heb ik niet iets gedaan waardoor ik in de gevangenis terecht ben gekomen. En ik ben ook niet echt de dupe geworden van iets crimineels, behalve dat mijn fiets al 5 keer is gestolen. Maar dat is iets van Amsterdam en niet per se van Zuidoost. Ik heb ook veel contacten natuurlijk buiten Zuidoost. Ik heb gestudeerd buiten Zuidoost aan de VU. En daar kom je natuurlijk ook mensen tegen die Zuidoost niet kennen. En dan moet je zeggen, waar kom je vandaan? Nou, dan zeg je Zuidoost. En dan heb je het gevoel dat je meer moet bewijzen of laten weten, ja, maar ik ben niet zo en ik ben wel slim en ik ben anders. En van dat gevoel wil ik ook af, want ik ben gewoon trots op dat ik uit Zuidoost kom. Omdat ik hier heb geleerd wat ik heb geleerd, omdat ik een bewuste keuze heb gemaakt om hier te wonen en te werken. Omdat mensen hier zoveel te bieden hebben en dat is anders dan een mainstream wat Nederlanders vinden dat je te bieden moet hebben. Er is zoveel hier te halen. Het is absoluut een voordeel om op te groeien in Zuidoost. Als kleinkind leer je met heel veel verschillende mensen omgaan. En later, als je groter bent en je gaat je begeven buiten Zuidoost, leer je om toch hard te vechten, om voor jezelf op te komen, om jezelf te bewijzen, wat niet altijd fijn is, maar wat je wel heel veel skills geeft voor later in je leven. Ik ben vorig jaar pas voor het eerst in Suriname gegaan, maar ik heb ook in Zuidoost me heel erg Surinaams gevoeld. Omdat dat kon. Je kan Surinaams leren praten op straat hier. Ook heel veel mensen die niet uit Suriname komen doen dat. Je kan Surinaams eten, je kan je Surinaamse ticket boeken. Je kan alles hier doen. Dus het is in Zuidoost gewoon heel makkelijk om te switchen tussen identiteiten. Het imago van Zuidoost, wat soms ook positief is, wordt toch wel heel veel door creatievelingen en sport benadrukt. Die talenten heb ik niet. Dus ik moet het ergens anders vandaan halen. En gelukkig heb ik van huis uit een paar hersens gekregen waar ik wat mee kan. Dus ik vind het intellectuele, de intellectuele insight al zelf, waar ik ook zelf best wel groot netwerk in heb. Dat vind ik ook heel belangrijk om te benadrukken dat ik al mijn vriendinnen bijna komen uit Zuidoost. Hebben allemaal gestudeerd aan de universiteit. En hebben nu allemaal goede functies. En ze zijn allemaal in staat om een huis te kopen, zelfstandig te wonen, van niemand afhankelijk te zijn. Dus ook het intellectuele wil ik benadrukken. Ik denk aan mijn thuis. Ik denk aan mooie mensen. Ik denk aan het centrum. Ik denk aan Amsterdamse Poort. Ik denk aan Er schijnt een beetje zon, maar waarom moeten al die kleren al gelijk uit? Ik denk aan waarom maken mensen lawaai, wat heerlijk. Ik denk aan snorders. Ik denk aan, eigenlijk het minst nog aan een metrostation waar Amsterdam Bijlmer op staat. Maar het is mijn thuis. Ik ben nog steeds Ravenna en ik kom nog steeds uit de BIMS. Vul het zelf maar in.